Yo! Alles kit, zus? Prins B? Maar... Wacht, heb jij een broer? Oh! Ja, jij hebt een broer! Oh, ik ben een tijdje weg geweest en nu helemaal terug. En dit is mijn splinternieuwe winkelcentrum / buurtcentrum. Je wat? Oh, je hoort het goed, zus. Ik heb het gekocht. En ik maak er iets episch van. De Malle Surprises. Goede naam. Maar ik wilde het winkelcentrum kopen. Oh, dit doe je nou altijd. Je duikt op uit het niets om mijn plannen te dwarsbomen. Kom op, Queens. Laten we gaan. We hebben dit winkelcentrum niet nodig. Wij hebben het House of Surprises. Wacht nou even. Jullie zijn allemaal ultra getalenteerd en zouden perfect passen bij mijn visie voor de Mall of Surprises. Wat zeggen jullie ervan? Doen jullie met me mee? Pardon? Yo, alles flex, Glitter City! Ik had al verteld dat Prins B jullie vandaag de royalty zou brengen. En hier komt het. Jullie kijken naar de nieuwe eigenaar van de Glitter City Mall. Toen ik klein was, was deze plek dus echt de absolute place to be. Voor next level outfits, lekkere snack in het café en voor zieke optredens van de allerhotste artiesten. Ik hou van het winkelcentrum, dus ik ga even wat reclame maken. Ik heb een vraagje voor jullie, BB's. Wat dan? Wat vinden jullie het leukste aan het winkelcentrum? 1000% de salon. Het kattencafé, zeker weten. Dit kapsel stelt zichzelf niet. En dit is de enige plek waar ik thee kan drinken en echte katjes kan aaien. Wisten jullie al dat je vanaf dit weekend hier naar de salon kan gaan, kan chillen in het café en naar een concert van de grootste sterren ter wereld kunt? Oh my gosh. Gaan de Supersonics hier optreden? Of Splash Queen? Oh wow. Misschien is het Lady Diva. Wie denken jullie dat er dit weekend optreedt? Dan wonen wij nu in het winkelcentrum. Dit weekend ben ik van plan om de Malle Surprises concertreeks te lanceren. Dat wil je niet missen. Neem je beste outfit en je vrienden mee. Ik zie je daar. Nu op naar het House of Surprises. En dit keer haal ik alles uit de kast. Surprises. Wat ben je aan het doen? Hé zus, ik leg gewoon mijn proces vast. Je weet hoe het gaat. Moet je al het talent hier nog zien? En stel je ze dan allemaal eens voor in het winkelcentrum. De wind is te sterren! Zon! Talentenjacht aan het plannen. Zo zou je het kunnen noemen, ja. Waarom doen jullie het niet in het winkelcentrum? Is dat soms waarom je hier echt bent? Je hebt me door. Luister, ik weet dat jij en je vrienden niet met mij willen samenwerken. We hoeven niet met jou te werken. Daar zit een verschil in. Maar ik heb toptalent nodig om deze concertreeks te beginnen. En het is een win-win situatie. Ik heb genoeg ruimte voor alle fans die je maar wilt. Honderden lampen, het beste geluidssysteem. Wat je ook maar wilt. Ik regel het. Bedankt, maar we hebben meer dan genoeg ruimte hier. Weet je het zeker? Want ik heb lama's besteld. Oh ja, heel veel lama's. Wat? Lama's brengen de drama. Breng ze naar het winkelcentrum. Als het alleen maar om één show gaat, is dat wel oké, toch? En dan is er meer ruimte op het dak voor Swag en de Supersonics. En mijn stier. Het zou me wel helpen als ik het dak weer terug had, ja. Oké, vooruit. Eén show. Maar er zwaait wat als je weer halverwege stopt en mij laat afmaken waar je aan begonnen bent. Nee joh, dat was de broer die voorheen Prins B heette. Ik ben de nieuwe verbeterde versie. Oké, wie is er allemaal klaar voor een epische show? Ja! Woehoe! Zijn jullie er klaar voor? Now and now. Deze plek. Yay!
zei toch dat ik alles zou doen? Alles wat je wilt, krijg je. Dat is de Prince Bee garantie. Het gaat zo episch worden. Ik denk dat we dit weekend een themamenu nodig hebben voor de show. En ik denk dat ik dan eerst het thema moet weten. Het is een beetje tropisch regenwoud en een beetje... Glitterlama extravaganza. Eerlijk gezegd gaat het meer om de sfeer dan om alle details. Oh ja, zo werk ik ook altijd. Al mijn boba wordt vers gemaakt van sfeer en dromen. Oh! Wacht, hoorde jij dat ook? Geen reden voor paniek. Oh jee! En wat voor sfeer is het nu, onverschrokken leider? Je gaat het water wel weer aanzetten, toch, Prince Bee? Ah, we kunnen zo echt niet gezien worden. Nee, katjes, nee! Dat zijn geen laserspeeltjes voor jullie. Oh. Doe toch iets, Prince Bee. Maak je maar geen zorgen. Prince Bee heeft het opgelost voor je het weet. Blijf kalm. We hebben gratis boba. Wat? Heeft iemand Prince Bee gezien? Oké, dit is niet goed. En het lijkt erop dat ik dit op zal moeten lossen. Alleen, ik heb echt geen idee hoe ik dat moet doen. Wacht, ik heb beloofd dat ik niet weg zou rennen. Ah, ik ben een oorbel kwijt. Maar als je erop staat... Niet te geloven dat je iedereen weer in de steek hebt gelaten. Je had me beloofd dat je dit af zou maken, Prince Bee. Ik laat ze niet in de steek. En waarom ben je dan hier buiten in plaats van iedereen binnen te helpen? Midnight Kid had een idee hoe we alles konden oplossen. Maar er is een klein probleempje. Ik ben de sleutel van de meterkast kwijtgeraakt. Sorry, wat? Ik weet het. Dit was een vreselijk idee. Hoe haalde ik het in mijn hoofd om deze plek te kopen? Ik kan dit helemaal niet. Ik kon mijn Ultimate Frisbee Team niet eens bij elkaar houden. Ik dacht echt dat ik hier iets speciaals van kon maken. En ik wilde bewijzen dat ik niet alleen maar het broertje van Royal Bee ben. Ik kan de dingen die jij doet ook. Ik wil je trots maken. Tuurlijk ben ik trots op je. Jij bent mijn broer. Je hebt alleen wat slechte gewoontes. Zoals wanneer je een episch idee hebt, een fout maakt en dan wegrent voordat je het kunt oplossen. Maar dit keer was ik echt niet weggerend. Ik geloof je. Oké. Aan de kant. Goeie poging. Hey, weet je nog dat dansje die we verzonnen hadden toen we 6 waren? Goed bezig, Prince Bee. Dikke moves, Royal Bee. Het is ons gelukt. Ja, en hoe? Ik dacht dat je alleen maar praatjes had, maar de show die je vandaag gaf was echt indrukwekkend. Benieuwd hoe je dit de volgende keer overtreft. Volgende keer? Welke show? Wij hebben net volledig de dag gered. Graag gedaan. En ook onze excuses voor, je weet wel. Ik had een betere leider kunnen zijn, maar we geven niet op. De volgende keer gaat alles beter. Ik weet niet hoor. Engels lijkt de chaos wel leuk te vinden. Dus ik denk dat dat nu jouw brand is. Ik bedoel, je noemt het niet voor niets de Mall of Surprises. Oké, dat is waar. Maar de volgende keer moet er wel wat structuur in de chaos zitten. Dit gaan we niet nog een keer zo doen. Kijk jou nou toch eens een geboren leider zijn. Stop. Kom terug hier. Zo kan ik wel weer. Ik weet wel dat je van me houdt.